Beste Surinamers, ik kom bij u om u te vragen om naar de stembus te gaan. Niet voor mij, niet voor wie dan ook, maar voor uzelf en voor de samenleving. Waarom? U als Surinamer gaat bepalen wie de komende periode, toch, namens u, toch, het land verder mag leiden richting ontwikkeling. Uw stem gaat niet naar de zittende partij. Uw stem gaat niet naar de grootste partij. Uw stem gaat ook niet naar de kleinste partij. U telt gewoon niet mee. Vandaar dat het belang is voor u als Surinamer toch om uw stem te laten horen. Toch? Laat u niet meeslepen in verhalen. Wij zijn er om gezamenlijk als Surinamers in eenheid toch, het land verder te brengen. En dat kan alleen maar als u uw hart op de juiste plaats zet, de juiste overwegingen maakt. Kijk hoe alles is gegaan de afgelopen periode. Heb geluisterd naar de radio, gekeken naar de tv, uw overweging maakt. En dan komt u toch en dan brengt u uw stem uit op de partij waarvan u denkt dat die uw belangen het best kunnen behartigen. Want alleen als u uw stem uitbrengt, kan u zeggen, ja, mina was ranamang. Mi etaki en mi eyep jamikonde. Dank u wel.